Oud-conderector Karel Rosman van het Ubbo Emmius kan op vrijdagmiddag 11 oktober nauwelijks wachten om de expositie van de Eeuw van Mijn Ubbo te openen. Als iedereen er is, geeft burgemeester Fraukje de Jonge het startsein voor de opening. Officieel moment? Ja. Ta-ta-ta. Na een succesvol symposium en een drukbezochte reunie is er in het streekhistorisch centrum in Stadgenaal nu dus een expositie van de Eeuw van Mijn Ubbo. Op deze tentoonstelling is de 100-jarige historie van de school te zien en haar grote maatschappelijke betekenis voor de streek. In gezelschap van de burgemeester Hallo Rosman en Janette Nijhoff herinneringen op aan vroeger. Nee, echt? Dat is de Gado-bus, hè? Nee, serieus. Ja, dat is Karel. Ah, rechts. Grappig. Toen had ik les van hem in 1962. Nee, dat meen je niet. Nee, 63. Ja. Nog? Dat is meneer Blok. Ja, dat is meneer Rosman, de rechts. Ah, ja. Nou, dat is een hele andere jezelf. Ja, is bijna 16 jaar geleden. Aan de opening gingen toespraken vooraf van voorzitter Jaap Duit van de Eeuw van Mijn Ubbo, Gemma Greving, oud-leerling, historicus en projectleider, en de burgemeester. Dat ik in deze zaal, inclusief fotografen en alles, de enige ben die niets op het Ubbo-Emmius heeft. Ah, er is er nog één. Nee, ik ook. Wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier? Op de tentoonstelling wordt met behulp van een tijdlijn de geschiedenis van het Ubbo-Emmius in beeld gebracht. Foto's, documenten en videofilmpjes schetsen een beeld van de betekenis van het Ubbo-Emmius voor de regio. Daarnaast zijn er ook een groot aantal voorwerpen te zien. Een deel daarvan is beschikbaar gesteld door oud-leerlingen. Het initiatief hiervoor komt van oud-leerling Janette Nijhoff. Ik ben leerling geworden in 1961. Ik ben bestuurslid geweest van school, nou, onze dochter op school geweest en uiteindelijk kreeg ik nog een baan op school. Van mijn 59ste tot en met mijn 65ste en met name in die laatste periode, toen begon ik te beseffen hoe belangrijk of de school is, was voor onze omgeving. Janette had niet verwacht dat het zo'n succes zou worden. Nee, daarom zeg ik ook, het is een droom dat dit zo gerealiseerd is. En dan niet alleen de tentoonstelling, maar ook de tijdlijn met alle oral historie, alle verhalen die gedaan worden door mensen die ja, op een of andere manier betrokken zijn bij Ubbo als leerling of als docent. Of hoe het gebouw in de oorlog gefunctioneerd heeft voor opvang van kinderen uit Rotterdam. En ja, bedenk het maar, het is een schat aan geschiedenis. Volgens mij staat hier een gelukkig mens naast mij. Ja, heel gelukkig. De expositie maakt deel uit van een hele serie activiteiten, vertelt projectleider Germa Greving. Ja, de Eeuw van Mijn Ubbo is eigenlijk een heel omvangrijk project. Waarin verhalen, anekdotes, ervaringen van mensen die op wat voor manier dan ook met onderwijs, de school, Ubbo Emmius verbonden zijn, ja, een plek krijgen. Er was dit jaar een groot symposium, een drukbezochte reunie en nu dus een expositie. Germa kan tevreden zijn. Ja, het is wel echt een jaar om van te genieten wat dat betreft. En ja, je ziet ook zoveel mensen stralen bij, van herkenning als ze bepaalde verhalen lezen of foto's zien. En ja, dat is eigenlijk precies dat vonkje dat je op gang wil brengen. Ja, en dan hopen dat ze die herinneringen en die gedachten ook ja, toe willen voegen aan de tijdlijn. Met al deze activiteiten houdt het echter nog niet op. Nou, de website www.deeuw.nl die gaat gewoon door. De tentoonstelling die zal blijven reizen, dus die gaat verschillende locaties aandoen in Oost-Groningen en misschien ook nog de Drentse Veenkoloniën. En op die manier proberen we dat verhaal eigenlijk zo lang mogelijk onder de aandacht te brengen, zodat ook zoveel mogelijk mensen nog een bijdrage gaan leveren aan de eeuw. Ook voor Germa heeft de school een grote betekenis.
Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden? Ja, die school is wel heel erg verweven met wie ik ben, met mijn persoonlijke geschiedenis, ook met de geschiedenis van mijn gezin, waar ik uitkom. En ik krijg nog altijd een warm hart als ik hier terugkom in Stadskanaal en de school weer binnenstap. En ja, ik kan dus ook met trots zeggen, ik kom uit Stadskanaal. En ik denk dat veel meer mensen dat zouden moeten kunnen zeggen. De expositie is nog te bezichtigen tot 1 maart van het volgend jaar.